Hallo lieve Splendor-vrienden, welkom. We hebben vandaag eigenlijk iets heel speciaals voor jullie. En wel een opera die in 2016 is gevonden in de nalatenschap van Ida Simons. De pianiste en schrijfster, overleefster van concentratiekampen. En deze opera die gaan wij vandaag voor jullie brengen, maar dan in repetitievorm. Want wij zangers hebben deze opera 2 jaar geleden al een keer gedaan, maar alle instrumentalisten zijn nieuw. En omdat het een heel bijzonder project is, dachten wij dat het leuk was voor iedereen om daar kennis van te nemen. Het is een opera die wij 4 mei gaan brengen in het Willem Wilming Theater in Enschede. En jullie kunnen dat ook bekijken als je wil. We repeteren nu, maar in het Wilming Theater is het in volle glorie, geënsceneerd met prachtige kostuums en veel spel en spelplezier. Goed, het is een heel bijzonder stuk en ik zal iets over de achtergrond vertellen. In Westerbork was tussen 1943 en 1944 een cabaret. Een cabaret wat bedoeld was om alle onrust en zorgen weg te nemen van de wekelijkse transporten die daar plaatsvonden. Er werd speciaal voor deze cabaretavonden, werd het genoemd, werd er een theatergroep opgericht, de Groepe Bühne. En voor de allerlaatste cabaretavond die plaatsvond, werd dit stuk, deze opera, werd geschreven. Het heet Ludmila en de ondertitel was Lijken bij de Vleet. Aan de lopende band. Lijken aan de lopende band. Bijzonder, want eigenlijk in alle cabarets mochten alle verwijzingen naar leed of oorlog of wat dan ook was verboden. Het mocht alleen maar lol en jolijt zijn. Nu is dit een heel grappig stuk. Het is een opera pastiche, maar tussen regels door vallen er enorm veel verwijzingen naar narigheid te lezen. Ludmila, de hoofdpersoon, heeft het bijvoorbeeld op een gegeven moment over rook uit het oosten. Nou, dan wordt daar tussen de regels wordt daar natuurlijk het oorlogsgeweld bedoeld. In het stuk zelf gaat het over de sigaar van haar geliefde Lopez. Dit soort dingen. En dat het stuk bijvoorbeeld eindigt met 5 doden. Dat was echt ongekend voor die tijd. Maar omdat het de laatste cabaret was, en dat wisten ze ook, daarom hebben ze zich blijkbaar vrijheden gepermitteerd. Dit stuk is, hoe we het precies dit stuk in het bezit is gekomen van Ida Simons, weten we niet echt. Het is aan haar opgedragen door Erich Ziegler, pianist en componist van het stuk. Hij heeft al de tijd in Westerbork gezeten tot aan de bevrijding aan toe. Wat ook uitzonderlijk was, want alle andere leden van Groepe Bühne zijn in augustus 1944 naar de vernietigingskampen gedeporteerd. Maar hoe het stuk daarna, na de oorlog, in bezit van Ida Simons is gekomen, weten we eigenlijk niet precies. Het is in haar nalatenschap gevonden door een biograaf die nu bezig is met een boek over haar te schrijven. En via die biograaf kwam het weer bij Eva Boegman, de regisseuse van dit stuk. En van Ben Hurkmans, de dramaturg. En die hebben allemaal initiatieven ontplooid om dit stuk op het podium terug te krijgen. Dat is 2 jaar geleden gelukt. Vorig jaar zouden we het ook spelen. Dat moesten we om de welbekende reden uitstellen. Dit jaar ook. Maar goed, nou gaan we dus streamen. En ik hoop van harte dat jullie allemaal gaan kijken daarna. Want het is het kijken zeer waard. Voor kaarten kunt u bestellen op de website van het Wilming Theater. Moet ik dan nog wat zeggen? Ja, maar natuurlijk moet ik nog iets zeggen. Want waar gaat het eigenlijk over? Het is een flinterdun verhaaltje. Daarom zal ik het u niet onthouden. We beginnen met Ludmila en
haar vader. Haar vader heeft haar uitgehuwelijkd aan meneer Achterrippe. Maar dat ben ik. Ja. maar Ludmila deelt haar vader mee dat zij al een ander liefje heeft. Namelijk Lopez Cardozo. Ook ik? Ja, ook hij. En nou ja, die is daar helemaal niet mee eens. En eigenlijk is het zo dat op het moment dat Achterrippe dan eindelijk ten tonele verschijnt, nadat zij natuurlijk zowel die vader en dochter hebben gestreden en daarna het liefje Lopez Cardozo en Ludmila hebben om elkaar heen gedarteld, dan komt Achterrippe ten tonele. Dan ontstaan er allemaal kluchtachtige verwikkelingen. Het eindigt ermee dat Lopez en Achterrippe met elkaar een duel aangaan. En dan sterft eigenlijk iedereen, behalve de page, die ook gezongen wordt door Merlijn Runia. Dan hebben we nog een andere zanger. Zijn naam zal ik u ook niet onthouden. Dat is Mark Pantus. En die zingt dus de vader, Lopez Cardozo. En is ook het ballet. In woord en gebaar. en ik ben dus Ritter Achterrippe en het hele koor. En dat alles wordt begeleid door Splendor's eigen Emmy Oye Resnick. En nou moet ik mijn briefje erbij pakken, want dit weet ik niet uit mijn hoofd. Pianist Shintaro Kawahara en cellist Sebastian van Halsema. Het stuk wordt geregisseerd dus door Eva Boegman. Dramaturg is Ben Hurkmans. En zij beiden, Eva en Ben, hebben ook teksten geselecteerd die ook tijdens de opera te horen zullen zijn. Teksten van Ida Simons en, dan moet je me even helpen, Philip Mechanicus natuurlijk. En Etty Hillesum. Etty Hillesum. En dan is er nog één heel belangrijk iemand die ik ook nog zeker moet noemen. En dat is Ruud Becker. En Ruud Becker is, die doet en kan alles. Eigenlijk. Nou, dan bent u helemaal op de hoogte volgens mij. Ik heb al enorm veel gezegd. Het is tijd voor muziek. Take it away, Bob. Ludmila! Liebelei,
bist Cardoso, ist ein Mann, der gar nichts isst und gar nichts kann. Oh, er ist tüchtig und macht viel Geld und ist im Lava als Reisender angestellt. Oh, mein Vater! Niemals! Verdammt, der Bart! Oh, mein Vater! Niemals, niemals! Man nennt mich nun Ludmilla, einst hieß ich euch Rosine, und nur den Folien weiht ich mein Leben, einzig dem Silberpapier is zoiets wonderlijks. De ellende die hier heerst is werkelijk onbeschrijfelijk. In de grote barakken leeft men als ratten in een riool. Men ziet vele wegstervende kinderen. Vorige week kregen we op een nacht een gevangenistransport door. Wasbleke en doorzichtige gezichten. Ik heb nog nooit zoveel uitgeputheid en vermoeidheid op mensengezichten gezien als die nacht. Vroeg in de ochtend werden deze mensen in lege goederenwagons geperst. En dan verder, 3 dagen lang, naar het oosten toe. Ik vraag me af wat er levend aankomt. Thank you.
klar, ich bin das Ballett. Ich treibe Gymnastiken, das ist gesund. Ich tanze im zweiten Akt, meist ohne Grund. Ich bin nur eine Einlage wegen meiner Beinlage. Er hangt over deze hele revue een waas van smartelijke weemoed, van leed. Men geeft onder stil protest toe aan de eisen van het levende leven. Ook de executanten, die op het toneel lachen, koketteren, hun toneelbloed aangesproken voelen, maar buiten het toneel eveneens hun spart dragen. De mens wil treuren met de door het lot getroffenen, maar voelt zich gedrongen te leven met de levenden. Is de Obersturmführer een zo goed psycholoog dat hij deze levenswet begrepen heeft en ze hier daarom heeft toegepast? Of is hij slechts als een brute egoïst die de Joden voor zijn plezier laat maken en hun ook wat gunt? Hij laat zich niet in het hart zien. Zu. Die erste Dame sagt, wenn ich meinen Mann betrügen würde, müsste es sich wirklich lohnen. Ich müsste wenigstens eine Villa dafür bekommen. Die zweite, die sagt, ich wäre schon mit einem Auto zufrieden. Die dritte, die sagt, was sagt sie? Ja, mir würde ein Silberfuchs genügen. Da stand der einzelne Herr von seinem Tisch auf und sagt zu den Damen, wenn
bei einer Tafel Schokolade angekommen sind, hätte ich Interesse. Doch wo ist mein Schätzchen, ein liebes Zuckerplätzchen? Ob sie mich wohl ehrlich liebt, ob's das überhaupt noch gibt? Sie liebt mich von Herzen, mit Schmerzen über alle Maßen, ganz gar nicht. Noch aufnieuw? Sie liebt mich. Ja. Wie weit staat dat? Dille, dille, bam. Sie liebt mich von Herzen, mit Schmerzen über alle Maßen, kann's gar nicht lassen, ein klein wenig oder gar nicht. Sie liebt mich! Sie schrieb mir heute ein kleines bestellte mich zu einem Rendezvous. Und ist der Vater auch dagegen? Ich nehm sie ohne seinen Segen. Apropos, da fällt mir ein glänzender Witz ein. Kennen Sie den? Ein junger Mann wollte in eine reiche Familie hineinheiraten. Der Vater der Braut besah sich den jungen Mann. Ich trinke keinen Alkohol, sagte der Freier. Aha, sagte der Vater. Ich spiele keine Karten, erklärte er weiter. Brummte der Vater. Ich bin solide und gehe keinen Abend aus. Auch dieses, sagte der Vater. Kann ich also ihre Tochter zur Frau bekommen? Niemals, rief da der Vater. Warum nicht, fragte der Freier. Weil ich nicht will, dass wie mein Schwiegersohn von meiner Frau dauernd als leuchtendes Beispiel vorgehalten wird. Der ist gut, was? Ei, was beißt mich denn da so? Mir scheint, ich habe einen Floh, ausgerechnet gerade jetzt in meiner großen Szene. Ich kann doch jetzt nicht weg zur Quarantäne. Schmelde! Zwei, drei, sogleich! Drei, vier. Straftransport naar Polen. Ze mogen aan de vooravond van de reis geen bezoek ontvangen. Ze mogen ook niet meer met hun familieleden en vrienden praten. Dus is het laatste afscheid aan de achterkant, tegenover de latrine, tussen twee rijen prikkeldraad met daartussenin niemandsland van 3 meter breed. Op de achtergrond een natte was in de vallende avond. Ik ga morgen weg, vast. Ik zie er erg tegenop. Wees nou niet zo slap, anders ben je toch ook wel flink? Kom op, meid. Heb je van vader nog wat gehoord?
Heb je wat nodig? Heb je brood genoeg? En boter? Zijn er nog sigaretten te krijgen? Ik heb niets. Ik kan niks verstaan van het lawaai. Jaap gaat ook op transport. Er zijn vanmiddag 2 ontvlucht. 1 hebben ze weer gepakt. De ander is nog weg. Nu gaan we allemaal op transport. Is er nog oorlogsnieuws? Ja, maar voor ons duurt het te lang. Nou, dag. Kop op. We zien elkaar gauw. Dag. Dag. Da fällt mir ein sehr gutes Witzchen ein. Mancher Frau fehlt zum Busenfreund. Beides ist ja gut. Ich seh ihr schwatzt, denn es ist klar, es kommt sehr bald zu fahr. Jetzt wird das Blech vernickelt, die Sache wird verwickelt, der Chor singt dazu. Oh, welch Graus, 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 oh, welch Graus. Meine Damen, nehmen Sie die Taschentücher raus. Stoppen. Okay. Kinderachtig. Ja. Ja. Minstens 7 deuren. Ja. Ja. Na, was habe ich gesagt? Wenn ihr in den Weg mir kommt, den töte ich. Versteck dich schnell. Jetzt auf die Stelle. Habe ich das nötig? Aber wo?
die Hand ist wohl der Hirn geklont. Und wie wird sich vor uns rot? Und wie allein? Frau Wittin hat auch einen Obst. Und wie ist es vor uns rot? Mit seinem Zwiebeln und Blut. Wann fand ich diesen Floh? Prost, mein Liebchen, Fuß des Lebens kann kein besseres Brätchen geben. Du hast ein Kind. Du hast ein Kind. Du hast ein kindliches Gemüt. Du bist ne Sau. Du bist ne Sau. Du bist ne saubere Person. Dein Körper ist voll Symmetrie. Jetzt geh ich ran, verflucht, hatschau! Denkt ihr, er kann alleine saufen? Ich will schöne Kleider kaufen oder auch schmuppen in das Leber. Gott sei Dank, das ging vorüber. I think I am faster than you are. I think it's nice. I think I should just take tempo and you, okay. You just do what you should. So it should be a little with this tempo, but then sleepy. But then sleepy. Wanneer ik niet meer wonen zal op een ijzeren brits in een land waar prikkeldraad omheen is, dan wil ik een lampje boven mijn bed hebben, zodat het 's nachts licht om me heen is wanneer ik dat wil.
Door mijn halfslaap warrelen dikwijls gedachten en verhaaltjes zo ijl en doorzichtig als zeepbellen. Ik zou ze willen vangen op een blad wit papier. Ze willen opgeschreven worden. Maar men kan nergens rustig zitten. Ik loop soms uren naar een veilig plekje te zoeken. Er kwam eens midden op een nacht een zwerfkat bij ons binnen. We hebben een hoedendoos voor haar neergezet op de wc en daar heeft ze jongen gekregen. Ik voel me soms net een zwerfkat zonder hoedendoos. Wie lange zweis gar nicht mehr, viel lieber wäre mir ein Ich habe es heut Nacht den Sternen erzählt, ich liebe dich. Ich kann nicht auf dich warten, mein Junge. Kijk, lieve dames en heren, we komen hier echt op onbegonnen terrein. Ontgonnen. Maar het is al onbegonnen werk. Ja. Fijn, dank u. Ja, En laat ik, weet je wat er namelijk in de scène gebeurt, is dat ik lig op die tafel, ben in slaap gevallen en knal er vanaf. En kijk dan in het gezicht van Ludmila en schrik heel erg dat ik in slaap ben gevallen. En probeer dan de zaak weer te redden door ineens weer verder te gaan. En dus bij 28, het vivaatje, moet weer, je hoort mij eerst vallen doen en dan... Ich habe es heute Nacht den Sternen erzählt, ich liebe dich. Auch mooi. Zullen we het van mijn vallen proberen? Ich habe es heute Nacht den Sternen erzählt, ich liebe dich. Ich kann nicht auf dich warten, mein Junge, kann nicht warten auf dich. Ei, 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 et, 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 et. Was für ein Beruf hat dir, mein Herr? Ich bin Geschäftsmann, bitte sehr. Mein Laden möcht ich schon ziemlich lang Rüstungen nach Maß und von der Stange. Es geht mir gut, unberufen, toi, toi, toi. Wo ist Holz? Once more from the lento, the tango? Yeah, so it was a nice start. So with the... You don't need to have two full empty rests, full rests. So the chord on 29 can come a bit earlier. Moet het weer een slaap vallen ook weer? Of wel een lento? Een buddy? Nee. You see what I mean? Yeah. Okay, so this one, the rough one, I don't have to wait. No, you don't yet. Yeah, no, just a tiny bit, yeah. But I was counting one. Yeah, but you don't need to do that, no. You don't need to count. Can we do it on the dance again? Yeah.
Was für ein Beruf hat ihr, mein Herr? Ich bin Geschäftsmann, bitte sehr. Mein Name möchte ich schon ziemlich lange Rüstungen nachmaßen von der Stange. Es geht mir gut und berufen, toi, toi, toi. Wo ist Holz? Maar we zijn nog niet bij de dans. Nou, dat begint hij. Ja, hij begint, maar ze hebben nu over een... Daar is een tessuur voor je laatste oor, omdat je die tijd nooit had. En dan doe je, pak je ze niet oor. Oh ja. Dat is de reden waarom daar een tessuur in is. Dat kunnen de mensen thuis niet verstaan, hè? Nee. Maar dat komen we straks, als we doen. Het afstemmen van partituren op elkaar. Ah. Wow. Tijdrovende bezigheid. Maar, shall we start from 31? Yes. Dat is 581. Dat is 1 voor a tempo.
Daar nemen wij heel veel tijd. Ja. So the bar before the A-tempo, that's 581. We take a lot of time. It's 589. Oh, sorry, yeah, I can my brill in. 589. Yeah, we know. Sorry, which one again? 589. Before the A-tempo. Ook zielen hebben ook andere maatzijden. Ja. Oh. Superhandig, ja. Daarom. Ah. Oh. Which yeah. Tempo do you mean? The Bella? Or Bella. The Loggia? Yeah, the Bella. Okay, then it's 593, I think it's. Ah, this one. Yeah. Empty bar? Is your bar ook empty? That doesn't play. Yeah. Oh, okay. You wait a little longer. You just wait longer. Shall we do it once more? Then we'll come over here. Can you do the oh? You sure? Well, then 31. Oh, yeah, that's it. Um zu gehen ist schön.
Wohl liebt hätt ich ein anderer, so bist du nie. Ich lade dich heut Abend ein zu Macaroni. Komm. Westerbork is een ander woord voor de dag van het laatste gericht. Een volslagen absolute wanhoop treedt in en maakt zich van alle meester. Mannen kunnen hun vrouwen niet meer beschermen. Vrouwen zien alle kans verloren om hun kinderen te redden. Kinderen moeten machteloos voor eeuwen van vader en moeder afscheid nemen. Wo bin ich? Ich bin ganz benommen. Wieso bin ich so runtergekommen? Ich habe deine Haschereien. Ah, was erblickt meine kurzsichtigen Augen? Ein Pole, der daneben pult. Ha, ha, und nochmal ha. Raus mit dir! Ja. Ja. Noris? Ha. Ja. Ha. Ha. Und nochmal ha. Hinaus mit dir! Ja. Ich habe verdweine, hasche weine. Een leuk tempo, zou ik maar zeggen. Meteen op, wat zeg jij? Meteen erop? Alle Gretel? Ja. Oké. Ik ga verdwijnen, ga hasje wijnen. Ah, was erblicken meine kurzsichtigen Augen? Ein Pole, der daneben pult. Ha! Ha! Und nochmal ha! Hinaus mit dir! Da fällt mir ein glänzender Witz ein, kennen Sie den? Ein Mann hat erfahren, dass seine Frau ihm untreu gewesen ist. Er rennt nach Hause und schreit sie an. Elende, du hast mich verraten. Betrogen. Gestehe, wie oft? Drauf sagt die Frau. Zweimal. Ha, schreit der Mann. Mit wem? Einmal mit dem Don Kosakenchor. Und das zweite Mal mit dem verstärkten Konzertgebauorchester. Ist dir gut? Noch eins. War das wahr? Spelen jullie dat nou twee keer, die papapam? Ja, spelen jullie dat nou twee keer? Ja, of is dat te oefenen? Nee, dat stond daar inderdaad in die partituur. Oh. Dat moet niet. Je bedoelt dat? Just before Da Fabian and Glenn's in the Lids ein. Ja. Is it twice? Ja. Just we have only... I see the cut on his score. Okay. So just pam pam. Just once. Just yeah. Once. Yeah. Pam pam pam. Wat wil je doen? Ja, wat zijn blikken mijn kwartier in Augen? Ja? Ja. Ha! Ha! Nogmaals! Ha! 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 Nogmaals! Ha! Hinaus mit dir! Oh, sorry, ja. Ha! Da fällt mir ein glänzender Witz ein, kennen Sie den? Ein Mann hat erfahren, dass seine Frau ihm untreu gewesen ist. Er rennt nach Hause und schreit sie an. Elende, du hast mich betrogen. Gestehe, wie oft. Drauf sagt die Frau. Zweimal. Ha, schreit der Mann. Mit wem? Einmal mit dem Don Kosakenchor. Und das zweite Mal mit dem Verschwörer.
versterkt im Konzertgebäude Orchester. Ist der gut? Ja, ja, het is zo wel goed genoeg geweest. Oké. Okay. Ik denk dat we moeten afsluiten, deze openbare repetitie. Lieve Splendorfine, ik hoop dat jullie een beetje genoten hebben. En ik hoop dat jullie nu ook zo geïnteresseerd zijn in dit schitterende stuk. Dat jullie en masse naar de website van het Wilmink Theater gaan om kaarten te bestellen. Voor onze livestream op 4 mei om 9 uur. Daar gaat het in zijn volle glorie en dan helemaal gerepeteerd. Maar ik wil wel zeggen, lief orkest, dat het echt heel tof is dat jullie dit zo, en ook waanzinnig, hè, dat jullie dit zo van blad spelen. En al die zangercapriolen kunnen volgen en zo. Hm? Dus chapeau, zeg ik. Nee, het is echt super fijn. En voor nu, tot ziens. Hopelijk, dat zeg ik telkens bij al die streams, hopelijk tot snel live hier weer in ons geliefde clubhuis. Ja jongens, zwaai even mee man. Daar. Ah. Sesamstraat. Ja. Ja, Sesamstraat. Goed. Nou. Ah.